Het is voor het eerst in decennia dat de vastenperioden van de moslims, hindoes en christenen in haast dezelfde periode vallen. Dat de hoogtijdagen Ramadan, Nauratri en Pasen bijna gelijktijdig gevierd worden, biedt volgens president Chandrika Prasad Santokhi een gelegenheid tot natievorming en het propageren van eenheid in verscheidenheid. Het staatshoofd meent dat de ethische waarden en normen van de verschillende religieën centraal moeten staan in de opbouw van Suriname. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Vandaag hebben alle groepen, ook zij die naar de mandir gingen, vernomen wat Nauratri is. En dat is de bedoeling van de organisatie van Nauratri hier in de achtertuin. Het is voor de samenleving om kennis te vernemen van Nauratri. Kennis te vernemen van de rituelen. Kennis te vernemen van die bedoeling hierachter. En waarom de 9 nachten? En waarom op deze wijze? En waarom Ma Durga? En waarom die moeder? En waarom de vrouw? Want dat gaat de saamhorigheid vergroten. Onbekend maakt onbemind. En vandaag heeft u zoveel kennis hier gekregen over Nauratri. Over enkele dagen hebben we hier ook iftar in verband met Ramadan. En u wordt weer uitgenodigd, dan gaat u zoveel vernemen van de islam. En direct daarna gaan we ook in gebed, ook hier met de christenen, gaat u zoveel informatie krijgen over het Pasen. En waarom een heilige maand? En waarom een heilige week? Wij zijn in één land. En we moeten samenleven. En dat creëer je door wederzijds respect. Dat creëer je door ook openheid te geven. Want hoeveel van jullie zouden al die tijd graag naar een mandir hebben willen gaan om dit daar mee te maken. Maar waar waren barrières? Nu maakt het hier mee. Er zijn geen barrières. Het paleis en de achtertuin, die behoren aan het volk van Suriname toe. En het volk mag hier hoogtijdagen vieren als nation binding. Maar ook om die eenheid te propageren, eenheid in verscheidenheid. Geachte broeders en zusters, het festival van Nauratri, van 9 nachten, gewijd aan de verering van de universele moeder Durga Ma, zoals u net dat vernomen heeft. Wat dit jaar ook opvalt, is dat voor het eerst in decennia het vasten tijdens de Ramadan, de 40 dagen tijd van de christenen, als ook het vasten tijdens Nauratan, deels samenvallen. Dit betekent dat moslims, broeders en zusters, samen met onze christenen en onze hindoe broeders en zusters, vasten en in gebed steken. Als multireligieuze samenleving zijn er gemeenschappelijke raakvlakken om solidair te zijn met elkaar, om samen te bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid. Met de waarden en normen van religie kunnen we ons meer bewust worden van een sociaal rechtvaardig medeleven van onze medemensen. We bidden ook voor geluk binnen de familie, voor een hechte band met de gemeenschap en we bidden ook voor land en volk. Nou, ik denk dat het de start is van een heel mooie periode waarbij de diversiteit van Suriname, ik denk cultureel en vooral spiritueel, het heel goed tot uiting komt, omdat we nu het gedeelte hebben waarbij er eer wordt gebracht aan een van de goden van de hindoe gemeenschap.
En kort hierna hebben wij ook een heugelijke dag voor een andere denominatie in Suriname. En daarna gelijk ook nog een derde denominatie in Suriname. De president zal al deze denominaties naar waarde, naar dezelfde waarde, een eerbetoon geven. En hier in de achtertuin van het paleis, zoals de president het heeft gezegd, de achtertuin van het paleis, het presidentieel paleis, is voor de Surinaamse bevolking. Dus voor al deze denominaties wordt er plaats gemaakt en zal de president gebedsdiensten hebben. Wat is het doel hierachter, meneer Roosma? Nou, zoals ik zei, denk ik dat het een heel mooi moment is om te tonen dat we een eenheid zijn. Dat we niet bestaan uit verschillende bevolkingsgroepen die allemaal één richting opgaan, een spirituele richting opgaan, of tenminste een richting opgaan qua geloofsovertuiging. Maar in feite wel in hetzelfde schip bij elkaar zijn gebracht en kunnen tonen dat we in diversiteit toch wel in eenheid kunnen optrekken. En wie beter dan de eerste burger van dit land om daarin voor te gaan, om iedereen bij elkaar te brengen. Het is ook heel mooi om te zien dat de diverse denominaties in hun eigen of in culturele kleding van andere denominaties zijn gekomen. Dat toont toch wel de eenheid, de verbondenheid die we hier hebben in ons mooie Suriname. Waarbij het toch wel symbool staat, of tenminste het gezegd dat we altijd gebruiken, dat we een eenheid zijn in verscheidenheid. Ik hou ervan om dat net iets anders te interpreteren, omdat ik geloof in die echte eenheid. En dat is vandaag, denk ik, tentoongesteld. De president heeft een lijvig programma. Ik vraag me nog steeds af hoe hij het redt om dat allemaal aan één te regelen. Maar dat is nou eenmaal de taakstelling van de president. En bij veel van deze evenementen is de communicatiedienst er ook bij. Dus dat is altijd goed, zodat de bevolking weet dat de president niet op één specifieke plaats komt. Maar dat hij echt overal komt om eerbetoon te hebben aan alle diverse bevolkingsgroepen, alle diverse religieën in Suriname. Het feit dat je een nieuwe start kan maken. Dit feest draait veel al om het wegnemen van zaken die verkeerd zijn en daarvoor betere zaken in de plaats doen komen. Dus ik denk dat het een goed moment is om een evaluatie bij onszelf te plegen en te kijken wat de zaken zijn die we achterwege zouden kunnen laten en welke zaken we daarvoor in de plaats zouden kunnen krijgen, Dus als we bij deze noraderen dat als boodschap meenemen, dan zijn we denk ik allemaal geholpen.